Rogier, Restylane. Jij weet er vast alles over te vertellen. Wat Ja, is het? nou, Restylane is ook weer een merknaam. En Ja. het is een beetje, of beetje, het is gewoon vergelijkbaar met Juvederm. Dus het kenmerkt zich gewoon door echt uitstekende kwaliteit. Ja. En wat het grote voordeel is, is het is ook een van de langst bestaande middelen waar de meeste ervaring is. Dus ik weet niet hoeveel het is, maar dat is echt in de miljoenen spuiten zijn van dit middel verkocht. Zo, oké. Ja? En waar kan je het voor gebruiken Nou, dan? er zijn verschillende soorten middelen. Je hebt de Restylane Vital. Maar je kunt het eigenlijk voor alle middelen Voor alle kan je problemen het bijna kan gebruiken. je het gebruiken, inderdaad. Ja. En mensen die het gaan gebruiken, dit product, wat Kunnen ze mogen ze verwachten? verwachten? Nou ja, voor de oppervlakkige rimpeltjes en dat zijn dan de Restylane Vital. Is het ongeveer 3 tot 6 maanden. Ja. Gewoon de normale fillers is ongeveer 1 jaar. En in weer de volume effecten is weer 1,5 jaar. Oké, duidelijk. Maar dus als ik het goed begrijp, is Restylane weer een merknaam waar dus eigenlijk heel veel dingen onder vallen. En je Precies. kan bijna alles ermee fixen, zeg Ja, maar. en Zeg wat een ik goed, grote hè? voordeel is gewoon, het is een merk waar heel veel ervaring in Waar zit. gewoon veel Dus ervaring. echt, ja, en dus kwalitatief zeer hoog Hoog. is. Duidelijk, dankjewel voor de uitleg. Alsjeblieft.